NEC begint het seizoen met een punt tegen PEC Zwolle. Na een hele zwakke eerste helft is het Regi Ofosu die de 1-1 maakt. Een hele belangrijke treffer voor de Nijmegenaren. In de tweede helft hebben we ons gezegd, we willen Feuer maken, we willen gas geven. In de tweede helft waren we echt goed. En dat Tor zum 1-1 was sehr wichtig. Ja, we hebben mentaal ook even gewerkt. Vandaag ook nog een keer met tactische dingen, met muziek in de bespreking, met allen. Ik heb geprobeerd alles te doen, ook te helpen bij de coaching aan de zijkant. En daarom ja, ben ik heel trots op die jongens, dat ze echt dat doorgehouden hebben en ook van de fitness. Het gelijkspel zorgt voor grote opluchting, want de voorbereiding van NEC verliep bepaald niet naar wens. Die voorbereiding is me scheißegal, wenn ik dat mal zo zeggen kan. Wir haben verloren und wir haben viel ausprobiert und wir haben hoch verloren und wir haben irgendwelche Mannschaften geschlagen. Das ist alles egal. Jetzt hatten wir unser erstes Ligaspiel, wir haben einen Punkt geholt und jetzt schauen wir nach vorne. Ja, man muss doch von der Fair Play, muss ich doch sagen, PEC was der bessere Team von heute.